situatie is. Oké, maar jongens, weet iedereen waar je staat? En ja. Raspi en Mayra die gaan aan de zijkant staan. Rick, communiceren met elkaar. Ja, Rick, ja. We moeten ook zeg maar zo'n soort van woord krijgen, zodat iedereen weet van dit is een moment, zodat we kunnen invallen. Okay. Moeten Raspi en ik samen aan de zijkant of allebei maar apart? Nou, eerst zoeken. Ja! Niet in het huis, ga uit het huis. Ik heb ze gezien. Nee, doe wat er gezegd werd. Jullie staan verkeerd. Esther. Iedereen blijft stilstaan. Hou je wapen niet in je hand. Hou je wapen niet in je hand. Ja, mag bij de andere gijzel dan gaan we melden, Meluska. Oké, dus hier hebben we nog. Oké. Nee, Esther, oké. Durman. Jongens, wapens weg. Wapens weg. Wapens uit de hand. Wapens weg. Niet naar binnen gaan, niet naar binnen gaan. Kom even naar buiten. Vraag of ze naar buiten willen komen, inderdaad. Ik heb geen wapen hoor. Ik heb niks in mijn hand. En als ze iets zeggen, dan moet je naar luisteren. Nou. Kom gezellig even naar buiten. Ik wil even. Ja. Oh. Wij willen met jullie onderhandelen. Ja. Ga ze weg. Nu. Doe wat eruit. Zeggen. Okay. Ja. Doe wat ze zeggen. Als jullie naar buiten komen, kunnen we onderhandelen met jullie. Ja. We komen alleen hier in vrede. We proberen dit scenario op te lossen. Dus. Nou jongens. Kijk de situatie. Ik zie ze aan de voorkant heel dicht bij de deur komen. Okay. Jongens, afstand houden, afstand houden. Laat dit niet escaleren en kom gewoon naar buiten om te onderhandelen. Iedereen, alleen Durmat even praten. Kijk, die deur niet meer open. Nou, moet ik Bookstore, even iets naar achter. Kijk ook. Precies. Nou, maar we willen onderhandelen. Justin. Kom even naar buiten. Hey, ik wil jullie niet meer zien. Dat daar. Jongens, naar achter, naar achter. Puxel, naar achter, minder achter, Esther. Wat willen jullie hebben? Wat? Wij willen iemand hebben. En we willen geld zien. Nou, hoeveel om precies te zijn? Je moet wel een beetje. Een beetje specifieker zijn. We willen 100.000. En ik wil nou niemand zien. Oké, jongens. Iedereen afstand. Mayra verder naar achter. Guys, iedereen meewerken. Die zitten echt in de buurt. We gaan ons als we met elkaar communiceren. Oké, dus jullie willen geld. Ja. Kan we doen het op onze manier. We hebben nu 2 personen. Wij laten dadelijk eerst iemand vrij. Ja. Dan willen wij ons geld ontvangen. Dan pas krijg je de ander. En dan pas krijg je de ander, anders schiet ik gewoon nog een kogel erin. Jongens, Destiny, en ik wil naar niemand achter, in de buurt zien. Ook even naar achter. Ga naar achter, verder naar achter jongens, niet zo dichtbij staan. Worden beschoten. Ja, je staat iets te dicht in de buurt. Wacht. Halil, als jij daar in het vat gaat staan, omdat ze er niet uit kunnen gaan. Daar tussenin het pad. Oké. En dat is iets met deze kant op. Laat 1 iemand vrij, dan weten we dat we jullie kunnen vertrouwen. Dus afstand houden. Afstand, we staan op afstand. Iemand zie jij? Oké, goed zo. Ik de hoogstpersoonlijk die andere dat ik kop heen. Hier. Lopen en iemand mag hem ophalen. En iemand mag hem ophalen. Het geld komt eraan. Niet 1 iemand jongens, minstens met 2 ophalen. Blijf overmeesterd. Dat komt eraan. Kom. Nou, je moet daar ophalen. Kom. Nee, Esther naar achter, Esther naar achter. 2. Afstand jongens. Kom. Rick, waarom moet je blijft staan? Nou jongens, ze willen overduidelijk geld zien en waarschijnlijk ook een... Kom maar, kom maar, kom maar. Hier even veilig staan bij hem. Let jij even op. We staan hier gewoon 5 man achter ons team. Hey. Jongens, verder naar achter, jongens, verder naar achter. Hier. Esther, blijf je een beetje bij Anna? Ja. Lil, jij gaat even hier. Ja, even afstand. Lil, jij gaat hier zo staan. Oké, we willen het geld nu echt snel zien. Oké, we gaan dan die andere gewoon dood. Oké, het geld komt eraan. Ja, ik kom eraan, man. We gaan het geld voor jullie halen. Ja, hoe lang duurt dat? Afstand hierachter, ik wil niemand hierachter zien. Oké, kom. Achter, jongens. Weg. Rick, waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Ik sta aan de voorkant van jij ook. Weg. Nu. Ik moet even iets zeggen. Rick hier. Weg. Rick, geef mij de informatie. Jongens, kom even mee. We gaan even... Jullie hebben nog 2 minuten. Langzaam. Stukje verder. Wij ben je? Esther naar achter. Oké, jongens. Cola! Nee. Go jongens. Nee, maar terug. We moeten niet gaan aanvallen, want anders gaan ze dood en... Panta. Jongens, wapens inleveren. Terug, guys. Wapens inleveren. Jongens, cola. Inkomen. Oké, nu iedereen komen, iedereen komen. Jongens, iedereen kom. Niet schieten, niet schieten. Iedereen houdt jongens. Oh, rustig. Eén iemand is gevlucht, jongens. Kijk uit. Waar is... Ga hem achterna. Ik ga hem achterna. Oké. Ja, jullie missen is gedaan. 4 mensen blijven hier zo, de rest gaat naar Timo. Rick, Raspi, Halil, Destiny, kom maar met mij mee. We gaan gaat vast naar mij. Jongens, kijk die kant. Oh ja, gevonden, rechterkant van het dorp. Rechterkant, oké. Rick, pak je positie. Ik wil dat jij een beetje... Nu zo gaat zien. Op het huis, op het huis. Halil, jongens, niet door elkaar heen praten. Communicatie, joh. Halil, blijf hier. Het is aan de zijkant van het huis. Ook zo, ik zei boven deze. Heel meentje. Ik heb nu alvast een globale waarschuwing, dus al 2 keer gezegd inmiddels. Hou, communicatie, op TeamSpeak, rustig. Ik heb nu al lichtelijke chaos door en ik denk dat het zo geen overzicht blijft voor de leidinggevende. Wie heeft er voor achtergrondgeluid trouwens? Ja. Destiny, even jezelf gewoon. Destiny, kan je hier? Afstand van het huis houden nu. Oké. Jongens. En als hij schiet, gewoon achter een boom gaan staan. Jongens, ik zie 2 gijzelaars op het dak. Jongens, rustig. Ja, we moeten er binnen zijn. Ook zo, als je rechtsboven kijkt, daar ben ik. Aan de rechterkant. Ja, ik zie je. Oké, hebben we iedereen gespot? Ja, iedereen. Ja. Wacht, ik zie 2. Maar we staan er omheen. Blijf bewegen, ze schieten. Hou je wapen uit je hand, by the way. Ja. Oké, anders nog beter om een schot te houden. Justin? Ja? Zou je hier kunnen staan, want hier is nog best een open gat. Wij komen hier... Wat is hier? Hier is geen call. Nee, ik was met hun aan het praten. Wij komen hier even om... Wat willen jullie? Wat willen jullie hier? Snel. Geld, hoeveel? Ja, wees specifieker. We willen gewoon geld. Oké. We willen €100.000. Oké, hoeveel gegijzelden heb je? Dat gaan wij niet zeggen. Oké. Wij willen het geld binnen 10 minuten. Anders schieten wij de gegijzelden dood. Laat eerst een teken zien dat jij een gegijzelde hebt. Nee, dan moet je alsmaar op ons woord geloven. Lastig communiceren. Stop met schieten, stop met schieten. Lastig communiceren als jullie thuis op mij blijven schieten. We daar alleen onderhandelen. Nou, ja, kan de leidinggevende wij willen gewoon ons geld. Kan de leidinggevende... Het geld komt eraan. Kan de leidinggevende even naar voren stappen? Nee, wij blijven gewoon hier zitten. Okay. Wij zitten hier prima. Ah. Meneer, u hoeft niet te richten. Als jullie er dichtbij komen wel. Ik ben hier de onderhandelaar. Ja, hou wel een beetje afstand. Deur wat meer naar achter nu. Luister. Oké, jongens. 2 gijzelaars op het dak. Eentje is nou in het huis. We weten niet hoeveel gegijzelden er zijn. Moet even uitzoeken hoeveel er zijn. Daar is de rest. Precies, dat gaat over een ander huis. Oké, wacht. Je raakt de afstand. Jongens, ik ga even kijken in een andere plek. Wow. Of er nog andere mensen zijn. Nou, weet je, het is over 10 uur. Er is niet alleen Matt bij je. Ja, jullie tijd loopt, hè? Maar hoe gaat het daar? Jongens, hou ze bezig. Ja. Kan je iets vinden, Delmat? Ik heb nog niks gevonden. Nog niks. Hier ook niet. Afstand hier. Oh, dat is wel afstand. Iemand? Jongens. Oké, jongens. Kom, Justin. Dat kan maar echt niet uit. Leiders, jullie moeten het woord geven, hè? Jullie moeten de call-out geven. Komt het geld nog? Ja. Oké, het geld is onderweg. Het is bijna hier. Het geld wel. Wat? Jongens, ik wil, stel dat we in gaan vallen, wil ik een paar mensen die buiten de ring om hun op te vangen. Stel dat ze van het dak afspringen. Ja, dus... ik heb er 5, we moeten minstens 5 naar binnen. Dat jongens, 8 vleugels, zijn jullie klaar? Ja, wij staan allemaal klaar. Oké, jongens, wapen in hand. Nee, nog niet wapen in hand. Rick op de berg gaat door. Je mag wapen in hand hebben. Ja, Oké, jongens, ik wil dat Esther en Mayra hier buiten blijven samen met Manuska. Ik wil dat... Nee, ik wil dat jullie afstand nemen, want houden. Ik wil dat drie mensen in de achtervleugel wil ik ook op afstand laten houden. Weet je wat beter is? Dat 2 mensen hier, 2 mensen achter, zodat altijd... Ja, 2 mensen hier, 2 mensen buiten blijven en zeg maar 2 mensen achter blijven. Dus Esther en Mayra. Ik ga jullie 1 gouden tip geven. Als je invalt, zorg ervoor dat er iemand binnen een halve seconde tussen de gijzelaar en de gijzelnemer zit. Oké. En dan kan je gewoon niet die persoon inzetten, dan moet eerst door jou heen. Oké, jongens. Dus weet waar de persoon zit en weet hoe je dit makkelijk kan kopen. Oké, jongens, twee mensen op het dak. Als iemand honger is, kan je... Nee, als ze op het dak zijn is het moeilijker. Oké, ik wil dat twee mensen gewoon achterblijven, hè. Als ik één pistool ziet, dan kunnen jullie doei zeggen tegen jullie geit. Jongens, we moeten actie ondernemen. Het geld is onderweg, laat een teken van leven zien van de gegijzelde. Ja. Waarom Justin, meer dichterbij, kom hier. Ja, we hebben ons geld. We hebben gewoon ons geld. Oké, Mayra, Manuska, jullie blijven achter. Stel dat we het gaan invallen, jullie blijven hier om een op te vangen. Achtervleugel, ik wil dat Halil, jij blijft daar staan om hem op te vangen. Justin blijft daar staan. Is hij Mayra? Ja, nou ben jij het. Mayra en Manuska, jullie blijven hier. Halil, jij blijft daar staan. Ik wil dat Justin daar blijft staan. Esther, wij gaan langzaam. Achtervleugel klaar. Staan jullie mannen klaar? Ja. Oké, Raspberry. Halil, Destiny blijft staan, hè? Jongens. Mayra, jij hebt de leiding, hè? Ja, jongens, kijk eerst waar ze zijn. Ja, dus ik zie twee mensen op het dak. Ik zie Robin, Oké, jongens. Riezer. Gaan is een teken van gaan. Ja, nu. Maar waarschijnlijk blijft buiten. Justin, ga naar binnen dan. Ik moest hier. Ze zijn omzingeld. Ja, handen omhoog. Handen omhoog. Ze zijn buiten. Kom, ze zijn buiten. Ze zijn op het dak staat iemand. Handen omhoog. Handen omhoog, Robin. We hebben moeite aan de zijkant. Aan de voorkant. Halil. Anna, wapen jou. Stop met schieten jullie. Stop met schieten. Jongens, ren niet weg, Esther. Esther, Robin gaat door. We knallen alles kapot hier. Stop of ik schiet. Anna, blijf staan. Laat me, het is zo gefaald. Ja, het is wel gefaald. Hey guys, wie was er op de linkervleugel? Ik achter Robin aan. Ja, maar weet je wat het is? Wie stond er op de linkervleugel? Ik ben zeker hier door per ongeluk uitgevallen en niemand die heeft gewoon gezegd van oh blijf maar staan of heeft een geweer op mij gericht. Ja, dat zou ik wel. Hier naar boven. Ja, ik zei nog, kom naar buiten, want ze komen naar buiten. Ik viel per ongeluk door dat gat heen, hè? En jullie deden daar niks mee, dat ik naar buiten stond. Ja, dat zei ik helemaal. Ze deden niks, hè? Want jij zei nee. Jongens, dat is weer communicatie. Want ik kijk jullie hier, staan 5 mensen voor mijn neus. Ik denk oh shit, nu ben ik erbij. Maar ja, er wordt niks gezegd, dus ik denk, nou, ik loop maar even snel naar binnen. Ja, ik zei wel dat Hans zei van, ja, doe toch. Ja, maar je kan het wel zeggen, maar als er niks mee wordt gedaan. Ja, klopt. Weet je, dan moet je zelf misschien het initiatief nemen en gelijk stoel op me richten. Want dan had ik, ja, we moeten overgeven. Ik zag niks. Slijden, jongen. Martje, kan niet praten. Martje, kan niet praten. Jij kan wel praten, kom op. Ik weet je kan praten. Jawel. Unmute die fucking microfoon van je. Ja. Oh, ach. Ja, laat even anders doen. Mutus. Dat is wel vaker namelijk. Vrouwen. Nee. Is misschien? Ja, prima. Goed hoor. Oké, Destiny. Voor jouw informatie, Anne en Timo kijken alleen mee. Goed. En ik wil Esther als mededing. Oh. Als mededing. Mededing. En dan ben jij de Bravo groep. En dan ben ik de Alpha groep. En dan pak ik gewoon tot Mayra erbij bij. En dan vanaf Rick naar Pixter bij jou. Ja, kom eens naar. Jongens, Robin doet ook mee, die hoort ook bij ons. Dus ik weet het, we hebben nu ook Robin met ons. Wow. Ja. Ja, dan is Robin ook bij ons. Ze zijn met 6 mensen. 3, 4, 5, 1. Dus het is duidelijk dat Esther de brave groep is en wij de alfa groep. Ja. Oké, dus dan... Wacht, wij zijn alfa? Ja, wij zijn alfa. Dus als ik alfa groep... Destiny? Ja. Dus wat gebeurt in Wastelands? Ik weet niet precies wat, kan jij gaan kijken? Ja, is goed. Dus we gaan even als een formatie daar aan toe lopen, langzaam. En Esther ook. Jij ook niet te snel. Waar moet Alpha staan, waar moet Bravo staan? Alpha gaat aan de voorkant en Bravo gaat aan de achterkant. Oké. Gaan we er even voorzichtig naartoe. Nog een laatste woord. Wat mij eigenlijk slim lijkt is meer mensen aan de voorkant. Ja, ik denk dat je Robin een beetje volgt. Of nee, nee, Helma, nog een laatste woord. Jongens, ik zie mensen in dit huis. Mensen in dit huis. Bij de rechterkant van het dorpje. Alpha gaat een beetje dekking zoeken. Jongens, niet door elkaar heen praten. Afstand. Alpha gaat dekking zoeken, we gaan hier in een open plek staan. Afstand. Esther, ik ga daar op de berg en dat ze niet gaan. Rustig, ja, rustig, niet schieten. We willen alleen onderhandelen. Hé, ja, waar ga jij naartoe? Esther, moet ik even meer daar naartoe? Hé, afstand, Esther. Vanuska is nog steeds onderhandelen samen met... Oké. Ja, met wie eigenlijk? Dat het twee zijn. Afstand, jij. Ik sta afstand. En wie van de vraaggroep is onderhandelaar? Kom bij die steen, jij. Mooie meid. Ja, Justin, wil jij... Hey, Justin, staan wij onder andere? Echt jij? Ja. Oh mensen, kijk. Kom. Wij zitten hier iemand. Weg jullie. Ja. Hey, wat zei je nou? Probeer het gaan doen. Manuska gaat deze even onderhandelen. Meneer, rustig. Oh. We zijn hier om te onderhandelen. Afvalgroep gaan hier onderhandelen. Wat zei je nou? Niet schieten, alsjeblieft. We willen hier onderhandelen. Justin, we gaan hier midden in het veld en dingen staan. Ik heb wel zin in eten. Heel veel eten. Eten. Dat kunnen we voor nu regelen. Niet schieten, niet schieten. Ik moet heel even... Stop met schieten, we komen hier alleen om te onderhandelen. Wat zei ik daar nou? Nou, wat willen jullie nou, hè? Wij willen nog gijzelen. Ja, is goed. Maar ja, ik heb wel zin in een paar miljoen euro. En misschien wel een mooi meid zoals jij. Wow. Oké. Hé, wapens weg. Even buiten erop, moet ik het weten van jullie twee of? Nee. Die hoeven jullie niet. Nee, stop, nee. Jongens, misschien heeft twee mensen die het huis kunnen checken, de onderkant. Oké jongens, afstand. Destiny, jij neemt de leiding. Is er iets onder het huis? Esther. Ja, het is heel veel onder het huis. Hoe weten we dat jij hij is eraf gevallen. Wat is eraf gevallen? Wat is eraf? Ja, hij kan overmeesteren. Hou bij, hou bij. Hij komt via de voorkant. Blijf stilstaan. Twee mensen gaan erop. Wat blijft staan, wat blijft staan. Twee mensen gaan erop. Ik ben al te lang terug, sukkels. Hé! Als je ondersteuning nodig hebt, moet je inleveren. Blijf staan, blijf staan. Blijf staan, blijf staan, blijf staan. U bent onder schot. Blijf staan. Niet schieten. Jongens, hij gaat naar buiten de voorkant. Meneer, jullie afstand. Wat wil je? Terugtrekken, Justin. Terugtrekken, Justin. Weg jij. Waar is Justin eruit? Hier, Justin. Hey, kom eens terug, jij. Jongens, laten we hier nou serieus gewoon verjagen. Ja, echt hè, jongens. Zo makkelijk zijn jullie. Laten we erin gaan, jongen. Hè? Jullie willen erin? Hier. Wat ik... Oké, we moeten wat dichterbij komen. Staan niet in het open veld. Hé, wat zei ik nou? Afstand, jij. Jij ook. Hé, en wie hebben we hier? En daar. Hé, loop je nou terug? Jongens, moeten we weer invallen. Destiny. Leiding teruggeven. Voorbij. Ik hoor de leiders niet zo erg. Ja, leiders. Communiceer met elkaar en... Ik zei het weg. Hé, en jij daar. Martje, toen wij net binnen waren, ik heb geen gijzelaar gezien. Nog een beetje gaat onderhandelen en dan... Ik heb ook geen gijzelaar gezien. Ik zag jou hier. Esther. Kom even mee, we gaan even kijken in andere huisjes. Ik wil één iemand. Eén iemand. Esther. Eén iemand kan hier lekker dicht bij me komen. Martje, waar ben je? Wie wil... Doe je bij de bravo groep. Doe je wapen. Kom maar. Niemand dichterbij komen. Niet in je eentje gaan, nooit. Ik wil ondersteuning. Ik wil ondersteuning. En waar ben je? Ondersteuning? Destiny, kan niet praten. Wat zei nou? Jongens, kunnen we achter en voor een beetje pushen? Nee. Zover we weten, hij is er in eentje. Hij kan niet in het open vlak staan. Hij kan ons niet allemaal tegelijk aan. Jongens, niet door elkaar heen praten. Nou, ik heb toch al gezegd wat ik wou. Ja, alleen als jij ons steeds onder schot houden, dan komen we een beetje moeilijk. Esther. Ja, als jullie nou geen afstand houden. Wacht. We willen onderhandelen. Stop gewoon met schieten. Hou je wapen en zo. Ja, rustig onderhandelen. Jongens, Esther die tieft net dat ze niet kan praten en dat ik even op de achterkant de leiding moet nemen. Ik wil vermelden dat het geld eraan komt. Ja. Maar ik, maar je weet niet hoeveel geld ik wil. Misschien wil ik wel eten. Een paar miljoen, dus we hebben een paar miljoen geld. Maar ik wil ook eten. Praat maar, wat wil je qua eten? Rasfie, kijk tussen de ramen of er iemand zit als hij aan de andere kant zit. Stil. Wauw. Kijk of er iemand zit in dit huis. Hey, leiding van deze groep. Ik weet niet waarom we aan het onderhandelen zijn, want er is geen gijzelaar. Jongens, volgens mij zit er helemaal niemand in het huis. Gaan we aan de kant. Hey. Jongens, er is geen gegijzelde. Het enige wat we moeten doen is gaan overmeesteren. Oké, jongens. Hij is dus eentje en wij zijn met z'n 10. Het zou moeten lukken. Kunnen jullie achterpushen? Jullie weten niet hoeveel met hoeveel ik ben. Misschien ben ik wel met 100. Van achter erop. Ik blijf daar. Niet net als een kip zonder kop, gewoon hou je positie. Ik heb een idee, laten we met 4 mensen naar binnen gaan, de rest blijft buiten. Niet schieten, Raspi, niet schieten. Destiny houdt de linkerkant. Ik hou de achterkant aan, Destiny de linkerkant. Raspi, Golddicker, blijft daar. Heeft iemand al onder het huis gekeken? Justin, kom. Wat zei ik nou? Ja, ik heb gekeken daar. Moet hem toch af? Niet te dichtbij, Justin, niet te dichtbij. Oké, Manushka, 4 namen, meteen gaan we naar binnen. Oh ja, Justin, jij, Puckstore en Martje. Allemaal je wapens weg. Jongens, op Manushka de call gaan we naar binnen. Ja, blijf daar. Destiny ook op positie. Hou je wapen in je handen. Manushka, trek jij. Jongens, we moeten gewoon zijn met z'n 4. Esther, blijf daar met Raspi Golddigger. Manushka, op jouw call gaan we naar binnen. Ik wil ook achter. Manushka, op jouw call gaan we naar binnen. Guys, hou je positie. Jongens, hier moet iemand staan, bij de ingang staan. Bij de ingang staan, hij kan niet ontsnappen. Even orde houden. Hé, wat alleen even de leiders praten. Wow, wie? Kijk uit, jongens, blijf staan. Meneer, u bent blijf staan. Ik doe de handboeien, ik doe de handboeien. Ze gaan naar voren, ze gaan naar voren. Sorry, ze gaan naar voren. Raspi, blijf hier, blijf hier. Jongens, iemand inspecteert het huis. Justin, ben jij naar binnen gaan? Durban, kom met mij mee. Is goed. Ik ga naar binnen met de Waarom zou ik? Raspi, blijf hier wezen, blijf hier wezen. Gewoon meelopen. Ja, ik blijf er alleen achter. Misschien ben ik wel met meer. Nee, er is ook iemand. Ga maar eens kijken. Jongens, meisje iemand in de kelder. Jongens, ik blijf even bij de deur, man. Nu gaan we maar kijken. Dan zijn we met heel veel mensen. Heel veel mensen inderdaad. 3, 4 mensen ongeveer. Nee, dat zijn wij. Er zit helemaal niemand in de kelder. Er zit niemand binnen, jongens. Hij is niet helemaal goed. Fouilleer hem, bind hem vast. Wacht, ik Is hij gefouilleerd? Is hij handbouillon? Nee, ik doe dat. Een telefoontje naar de leider. Ja. Wat is de situatie? Ja, dat weet ik niet, want ik ben aan het gillen en niemand reageert, dus. Dan moet je een controle krijgen en je wil dat veilig hebben. Ja, hebben jullie het hele stad waar jullie nou bevinden, hebben jullie helemaal gekleerd? Hebben jullie alles bekeken eromheen? Maar nu en ik hebben bij de huizen gekeken. En ja, luister naar die leider en ga niet solo sowieso, hè. Je wel op het huis. Destiny, geef aan. Wie is nou de leider van de brave groep? Want dat vraag ik nou 4 keer. Dat ben ik. Rick, hoe is het bij jou? Mag jij dan? Ik en Raspi staan Rick, Martje en Robbe, kunnen jullie het zo Rick, ik kom aanvullen. Ja. Oké, dan jongens, laten we alvast gaan. Ik, Raspi en Halil staan achteraan en er gebeurt nog helemaal niks hier zo. Oké, de andere groep gaat naar binnen. Halil, kom. Voorzichtig. Justin. Niet naar binnen. Doorzoek het dorpje, kijk goed om je heen. Wacht, kun je ook misschien mee die kant op gaan. Ik heb 1 huis doorzocht. Iemand van alweer niet aan gaat mee naar de kelder, maar je hoeft het niet aan te doen. Jongens, luister nou even naar Destiny, praat niet door elkaar heen. Hey guys, luister naar Destiny inderdaad. Oké, kelder is clear. Het luister naar hem, hè. Boven is ook clear, heb ik al gekeken. Is afgekeken. Dit huis is clear, Esther. Goed, waar zijn jullie nu? Er is nog 1 huis. Wacht, Anna, doe jij mee of? Nee, ik doe niet mee. Hé, wat doe jij nou, hè? Ik kijk hier wel even, Esther. Oké, ik ga even met hem onderhandelen. Waar zijn jullie? Lukt het aan de voorkant? Hier lukt alles, bij de Bravo. Jullie hebben nog niet alles gekeken, of wel? Oké, zijn jullie nu? Luister. Nee, jongens. Jongens. Hey, je kan niet. Robin MC. Je was vastgebonden, Matt. Doet handje af. En niet meer dus. Jongens. Guys, kom aanvullen een sandwichje. Pak Robin, Er gaan 2 mensen achteraan, 3 mensen, dat is goed. Ik snij hem af, Oké, iemand, jongens, ga achter Robin aan. Manushka, waar is die nu? Is Robin ook bij hun? Staan blijven, ja. Staan blijven. Nee, nooit. Meneer, staan blijven of we schieten. Nu! Niet maar. Even, als je één keer bent geraakt, dan moet je gewoon staan blijven. Ja, ik ga hem niet schieten. Doe wel maar acteerkunst.